Zeker, we weten eigenlijk sinds ongeveer 100 jaar dat calorierestrictie, dus simpelweg minder eten, 20 tot 50%, de levensduur kan verlengen. En dat werkt zo bij ratten, dat werkt zo bij muizen, dat werkt zo bij apen en allerlei andere soorten. We weten alleen ook dat niet alle muizen bijvoorbeeld daar baat bij hebben. Dat er dus wel een verschil is tussen de ene muis en de andere muis. Wij proberen te begrijpen waarom die verschillen tussen individuen er is. Dus we proberen te begrijpen waarom de ene muis wel reageert en de andere niet. Alleen wij doen dat in labwormen van 1 mm groot, heel klein. En we proberen te kijken naar ongezonde voeding. Dus als dat geldt voor calorierestrictie, zal hetzelfde ook gelden voor ongezonde voeding. We kijken naar voeding met extra suiker en voeding met extra vetten. En waarom de ene worm daar nou wel schadelijke effecten van heeft en de andere worm niet. Dat doen we dus door die wormen bloot te stellen aan die voeding. We zien dan dat de levensduur verkort wordt. En dan kunnen we één voor één genen uitschakelen om te kijken of we dat kunnen redden. Op dit moment kunnen we dus inderdaad wormen die een vette voeding hebben gekregen weer redden als het ware. Dus de levensduur weer corrigeren. En leeft die worm weer net zo lang als een gezonde soortgenoten. De stap naar mensen is nog lang, maar dat is uiteindelijk waar we naartoe zouden willen, om dat beter te begrijpen.